Dat is ook niet zo gek, want als het de beurt is aan Samantha om met haar geheimzinnige partner een duet te zingen, moet ze het doen met enkel hints. Omdat er gebruik wordt gemaakt van een stemvervormer, is niet eens duidelijk of het om een man of een vrouw gaat. Ook uit het silhouet van de Secret Singer is niets op te maken, aangezien de zanger in een typisch Engelse telefooncel staat. Op het scherm dansen ondertussen allemaal telefoons. Samantha is er dan ook van overtuigd dat het wel iets met bellen te maken moet hebben. Alleen denkt ze in de verkeerde hoek. Misschien iemand die voor een 06-lijn werkt? Grapt ze, als vervolgens de deur van de telefooncel een stukje opengaat en de stemvervormer van de microfoon gaat, heeft Jeroen van der Boom meteen door wie het is. Ja, ik weet het. Wat leuk, roept hij enthousiast. Die heb ik jaren niet gezien. Ook Dave Von Raven vindt het heel bizar, terwijl Ruth Jacot geen enkel idee heeft, net als Samantha. Presentator Jamai Lohman geeft dan ook nog een hint en vertelt het een enorme eer te vinden. Als de muur eindelijk omhoog komt en Hans zichzelf onthult, moet Samantha, die denkt dat het Barry Hay is, enorm lachen. Stom, maar een heel grote eer. Echt fantastisch. Thank you.